Hoi kijkers van De Geweldige Kaas. Welkom bij een nieuwe aflevering van Op Reis met Robin. Al voor twee keer op rij is dit Op Reis met Robin is de serie die online komt op mijn verjaardag. Vind ik wel leuk. Ik heb dingen aangepast. Ik heb hier, kijk. Bij music heb ik de muziek aangezet. En bij video settings heb ik hier zo brightness op moody. Die gaan we even op 50% zetten. Dus voor het kleine verschil die toch een beetje je mood aanpast. Heet niet voor niks moody. Vandaag gaan wij weer spelen. Wat ik van plan ben is eventjes om hier een tafel neer te zetten. Laten we daar al mee beginnen in ieder geval. En dan zien we wel wat we voor de rest doen. Die gaan we van dit doen. En dan gaan we gewoon een beetje verder bouwen aan het huis. Vandaag ben ik jarig. Dus dat is eigenlijk gewoon wat ik net zei. Een soort van. Ik ga wel eventjes, want dat merk ik nu ook. Dit moet lager. Een stuk lager. Want dat stond nog hoog. Want ik heb pas geleden, of een dag of zoiets, heb ik lekker in een oude versie van Minecraft nog een beetje gespeeld. Voor de nostalgie kick, zeg maar. En dat vond ik wel leuk. Maar daardoor zijn al die instellingen dus weer helemaal anders. Maar goed, nu niet meer. Nu zijn ze weer goed. Oh, wat een mooi muziekje. Ik hou van... Oh, wauw, waarom hebben we Birch Wood gepakt? Ik hou van de Minecraft muziek. Zoveel. Klinkt toch goed? Klinkt toch goed? Kom aan. Er zijn mensen die er hier dus echt helemaal niet van houden. Ik kan me dat gewoon niet voorstellen. Is dat raar? Het past ook zo bij het spel, hè? Ja. Mooi. Wat ga ik doen bij mijn verjaardag? Weinig. Ik heb echt geen plannen of zo. Zo doen we dat. Ik heb echt geen plannen. Wat ik meestal doe met mijn verjaardag is een of ander feestje. En zo. Vorig jaar hadden we... Nee, 2 jaar geleden hadden we bij mij thuis gewoon een feestje. Gingen FIFA spelen. Spannend. Dat jaar daarna ging ik bij Mart. Gingen we samen een feestje doen. Want die is een dag jaar later dan mij. En dan ik, jarig. Dus dat gingen we doen. Dat ging ook wel goed. Maar dit jaar... Mart heeft wel nog steeds een feestje, maar ik doe niks speciaals. Ik laat familie komen. Of eigenlijk mijn ouders hadden familie uitgenodigd. En ik dacht, zo die, waarom dat nou weer? Nou weet je, ik weet niet. Ik vind het... jarig, voel altijd als kind, oh jarig, helemaal zin in. Een maand van tevoren ga je dagen afstrepen, maar ik niet. Ik denk zo van, ik ben jarig, oké. Prettig. Dan heb ik weer wat meer geld om te besteden aan leuke dingen. Ja, dat is... Misschien heel gemeen of zo, maar zo gaat het bij mij. Mijn gedachtegang. Ja. want ik eigenlijk wel heel het jaar door wil ik wel verschillende dingen kopen. Verschillende dingen. Maar ik heb er nooit genoeg geld voor. Gaan we hier iets mee doen? Nee, ja, we waren bezig met het huis boven. Maar er is hier nog zoveel bouwplek. Dat is wel leuk. Ook die, de cowboy hut. Komt ook niks van. Misschien eens een keertje afbreken. Ja, wie weet. Ik ben ook van plan om nieuwe thumbnails te doen. Ik had al een nieuwe thumbnail van Op Reis met Robin, maar weer iets nieuws. Iets waarbij je meer het spel kan zien. Want bij die nieuwe thumbnail die ik had, je ziet de screenshot echt bijna niet. Maar bij deze wel. Ik heb gewoon een of andere vervaging, zwarte randen. En dan een rugzakje. Een pixel art rugzakje. In de hoek. Volgens mij komt die uit een mod van Minecraft. Dus ook weer informatie. Waar kan ik? Ik wil ook eens gewoon binnenkort weer wat soorten. Ik wil weer gewoon eventjes wat dingetjes in kisten stoppen waar ze horen. En de kisten wat dichterbij waar we zijn. Maar ja, we hebben zoveel plek dus waar we nog gaan bouwen binnenkort. Dus eigenlijk, we moeten wel standaard veel lopen. Wat is dan een trucje om te weten waar je heen moet? Van, ja, ik moet... Of nee, niet waar je heen moet. Wat je mee moet nemen om te gaan bouwen. Zodat je niks vergeet. Daar wil ik wel een leuk trucje voor. Oh wauw. Dit is dan rood en dat is ook rood. Vind ik een beetje eentonig, hè? Of dan doen we deze eraf. En dan doen we... Leggen we deze hierop. Als een soort van bord. Zit die nou hier zo dikker dan als je hem op de grond legt? Ja. Nou, dan kun je hier gaan eten. Misschien hier een bloempot. Hebben we klei? Of niet? Klei. Waar zit dat dan überhaupt? Hier zo, toch? Nee. Oké, we hebben geen klei. Dat is nu duidelijk. Laten we slapen.
slaapliedje mag gaan spelen voor mij. Daar is die. Het bed. Misschien moeten we hier wat meer versieren. Misschien wat boekenkasten maken. Oh nee, enchant. Nee, wacht. We hebben boeken. Zullen we even een pickaxe gaan enchanten bij ons oude huis? Ja, dat is goed. We hebben ook bijna 50 afleveringen in deze serie. Volgens mij 43 of zo, weet ik veel. Maar dat is bijna 50, toch? Niet, hè? Oké, we hebben 7 diamonds. Hebben we ergens tools waar ik... Kijk, die hadden we ook nog. Ja, zodra deze kapot is, gebruiken we gewoon die. Laten we dat doen. Nou moeten we alleen deze wegleggen. Waar moet het? Daarbij... Oh, gewoon hier. Ja, het is goed hoor. Ze zoeken het maar uit. Kom aan. Oké, dan hebben we... Nee? Misschien is het leuk om wat gras aan te leggen. Ik ga gewoon wat meer gras hier zo neerleggen. Want gras is toch wel iets wat sfeer brengt. Hebben we Silk Touch? Nee. Hoe gaan we dit dan fixen? Dat hier zo gras komt te liggen? Ik weet het niet. De tijd zal het zich uitwijzen. Of zoiets. Weet ik veel. Oké, waar is gras? Überhaupt. Want dan moeten we echt een heel lang spoor gaan maken. Ah, het is op zich ook niet zo erg. Oh, daar is die. Kom maar hier, jongen. Je bent eraan. Zo. Oké, dus grasspoor. Excuseer. Er blijft maar iets in mijn keel. Wacht hoor. Daar kwam iets los. Zo. Kan dit dan... Ja, dit moet dan een bocht maken. Chill. Dit moet dan hierheen. Oh, dan kunnen we hier niet meer in. Dit wordt even moeilijk hoor. Maar dit zal moeten. Zo, en dan gaat dit hierheen. Nou, dit is het grasspoor. Hadden we nou maar Silk Touch. Misschien is het sneller om gewoon eventjes een pickaxe te gaan enchanten. Dan hebben we Silk Touch op. Zit hier iets op? Wauw. Wauw. Wauw, wauw, wauw. Kom aan. Nee. Slecht. Slecht. Zit gewoon Silk Touch op onze schep. Konden we daar niet eerst naar kijken? Ha, wat dom is dat nou weer? Nou, dat moet nooit meer gebeuren, zoiets. Wauw. Kunnen we dit meenemen? Ja. Kijk, nou hebben we gewoon gras. Kom aan. Waarom dan zo moeilijk, Robin? Waarom zo moeilijk? Weet ik niet. Maar dat doe ik vaker. Zo moeilijk. Oké, dit kan dan... Hier. Zo. En dan voor de rest. Dirt. Ik denk dat dit dirt gewoon mee naar beneden gaat samen met deze blokjes. Is op zich niet zo erg. Dus dat kan wel. Moeten we alleen nog hier zo wat cobblestone neerzetten. Hier zo. Voor de afwerking. Dat zijn de details die je plek een stuk mooier maken. Jalala. Ik heb ook zin om... Dit wat meer dagelijks te gaan doen. Ik merk nu, van elke serie komt er elke week een aflevering. Dat is gewoon weinig. Dat moet ik zeggen, dat is echt weinig. Dus, is het dan leuk, vraag me af, om een serie vaker te doen? Ja, ik ga dit doen. Ik ga gewoon nog eens Robin vaker doen. Kunnen we... Oh, wacht, dat hebben we niet bij. Moet ik even gaan halen. Van die stone bricks. Zo. En die wil ik hier zo neerzetten. Zodat dit een soort randje is. Zo. Moet daar een trapje. Zo. Zoiets. Nee, dat is niet mooi. Hier zo. Ja, dat is iets beter, hè? Zo. Oh, maar dat begint al te groeien, dit jongens. Dat is al goed. Oké, dan gaan we hier cobblestone zetten. En misschien een kelder in ons huis. Kunnen we ook aan beginnen. Maar ik vind het ook leuk om eens een beetje aan de natuur te werken. Dus laten we dat doen. Nu moeten we alleen nog... Ja, dit moet gewoon gras worden. Dan denk ik dat het snelste is als wij gewoon eventjes naar gras toe gaan. En gewoon Silk Touch gaan scheppen. En zodat we gewoon dat zelf kunnen doen. Hoeven we niet te wachten dat het groeit. En kunnen we alweer beginnen met het volgende aan... met dat gras. Gewoon wat hoger gras erop zetten. Misschien een plantje, een bloemetje, een boom ergens neerzetten. Dat... Je moet gewoon soms eens wat aan bebossing doen. En nu alleen nog iets. Want
Dit moet dicht. Ik ga deze eventjes weghalen. Dan verzin ik nog wel iets mee waar ik die kan neerzetten. Of gewoon hier links wel. En dan doe ik het hier zo dicht. Zullen we dat doen? Wacht hoor. Zet ik deze hier. Deze haal ik toch even weg. Dus dan kunnen we hier wel doorheen. Maar dan... Hier zo moeten we iets anders zetten. En dat wordt een... Nether brick fence. Nee ja, dat is te moeilijk. Dat is echt een stuk te moeilijk. Ja, dan wordt dat gewoon maar birch. Ja, dat is ook mooi. Dat is ook mooi. Zo, ja. En dan de pompoen. De jack-o'-lantern. Want het is bijna hallo... Nou, ook weer helemaal niet, maar... Het is hallo... Als je dit op Halloween kijkt... Het is Halloween. Prettig. Dus daarom. Even hier zo wat... Polished andesite. Want ik zie dat ik dit niet helemaal heb afgewerkt. Kijk. Kleine details, jongens. En nu moeten we nog een plek voor deze. Hier zo. Ja, dat is wel een leuke plek. Voor tijdelijk, hè. Voor, als we dan iets nieuws weten, dan zetten we het daar. Nu moeten we hier zo dus iets moois van maken. Laten we even grasblok doen. Chill. Mooi. En dan is het gewoon een kwestie van neerzetten. Niederzetten. Oh, het probleem nu. Zullen we dit... Nee, dat wil ik niet. Ik wil in dit in default houden. Want nu heb je zeg maar bovenaan groen. Kijk, dit is mooi. Als je dit ook nog groen doet. Dit is mooi. Maar vanaf hier is het bruin. Heel veel. Nou moeten we dus iets verzinnen om dat nog mooi te maken. Ik denk hooggras. Wat je zeg maar bij bone meal ook krijgt. Dit is de molkist, hè? Ja. En dan een schaar. Die zit volgens mij ook in hier, hè? Ja. Soms vergeet ik zulke simpele dingen. Zo, dan gaan we hier zo de bloemetjes aan het gras van knippen. Waar zullen we dit neerzetten? Ergens in het bos, hè? Want hier zo op kan het niet. Ah. Dit kan alleen op gras. Dus dan moeten we ook weer opletten dat we een groot plekje van gras pakken. Hier zo. Zo. En dan knippen we gewoon dit. Die roos, die moeten we eigenlijk vernietigen. Uit principe. Zo. 19. En deze nemen we ook mee. Nog eentje dan. Dan hebben we een voorraad. Snap je? Ik hoop niet dat je mijn vader hoorde niezen, want die niest altijd zo... Nee, dat zo niest hij niet. Maar hij niest wel. En dat is al een probleem op zich. Nee, dat is geen probleem. Dat mag gewoon. Maar het klonk nogal hard. Soms op WhatsApp, dan zitten we, of ik, met mensen waarvan ik denk dat vrienden zijn, zitten we foto's door te sturen van elkaar die best wel beschamend zijn. En dat is grappig. Wauw. Ik ga deze niet laten zien. Maurits stuurt twee keer dezelfde. Oh, dat is dom. En natuurlijk zit ik met kniepers te overleggen over de Dutch YouTube Gathering. Of ze daar ook heen komen. Lijkt me wel leuk. Het leek hun ook leuk, maar... lijkt me inderdaad, of in ieder geval erg leuk. Denk dat Robin, want je spreekt nu met Bram, het ongetwijfeld ook leuk vindt. Kaarten zijn zeker nog niet te verkrijgen. Nee. Sorry voor late reaction. Binnenkort wel. Ik zal het zijn daar. En dan kan ik hen ook eens ontmoeten. Dat is ook wel iets om zin in te hebben. Oké. Okay. Iets wat we nog kunnen doen. Hier een redstone lamp. Zo'n ingeving die ik dan krijg, hè. Zo die nergens op slaat. Maar wel leuk is, denk ik. Hoop ik. Want anders ziet het er ook niet uit. Hebben we ergens... Oh, hier zo, kijk. Hey, hey, hey. Die. En dan een redstone. Zo. Kunnen we hier ook een blok van maken, hè.
En dan hier zo de lamp. Oh jee. Zo. Hopelijk ziet het er een beetje leuk uit. Ja. Is mooi. Is best mooi. Als ik hier zo binnenkom en ik ga hier zitten, dan kijk ik naar daar. Dat is best mooi. Waarom heb ik eigenlijk twee stoelen? Ik woon maar in mijn eentje. Gewoon voor de sier. Oké, gewoon voor de sier. Laten we. Nee, ik vind dit een best goede zwaarde. Dus, of tools. Ik wil eventjes mijn inventaris weer een beetje opschonen. Of organiseren. En daarna ga ik de aflevering afsluiten. Hopelijk vond je deze video leuk. Mijn verjaardagsaflevering. Hopelijk vond je hem leuk. Laat eens een like achter. Abonneer op de geweldige kaas voor meer. Dit is precies hoe ik de video's wil maken. Dus ik hoop dat mensen tevreden zijn. Laat even weten. Hopelijk vond je het leuk. Laat eens weer een like achter. Abonneer op de geweldige kaas. Spreek Japans. Daar word je gelukkig van. En tot ziens. Doei. Nou, ja. Oh, hier zat al gras in. Ja, nu ben ik de dingen kwijt. Hier zat de tools. Natuur zat. We moeten echt eens bordjes ophangen.